lieve kijker. Leuk dat je weer kijkt naar deze video waarin ik je weer ga verblijden met een simpel en lekker tussendoor receptje. Deze carrot cake balletjes om precies te zijn. Je kent vast wel de Bliss balls die een combinatie zijn van noten en gedroogd fruit. Ik heb daar een variant van gemaakt met rauwe wortel erin. Een carrot cake variant. Super lekker snackje. Gezond, helemaal verantwoord. Je moet natuurlijk niet in één keer de hele schaal opeten, maar dat is met alles zo. En je gaat nu zien hoe je die precies maakt. Oké, rasp eerst de wortels of zoals ik gebruik twee winterpenen. Dat zullen er ongeveer 3 zijn als je wortels gebruikt. Ga in ieder geval uit van zo'n 250 gram. Je kunt ze natuurlijk met de hand raspen, maar ik ga graag voor gemak. Dus ik gebruik mijn keukenmachine daarvoor. Dan gaat het namelijk echt een heel stuk vlotter. Maar hoe je het ook doet, kijk uit voor je vingers. Zet de wortelrasp vervolgens even apart en pak je keukenmachine weer bij. Gebruik nu het standaard mes en voeg 250 gram havermout toe en maal deze even fijn tot havermeel. Vervolgens voeg je 300 gram ontpitte dadels en 100 gram cashewnoten toe. En zet je de keukenmachine weer aan tot alles goed is gemengd. En even een extra tip, heel erg lekker in dit recept, een flinke snuf kaneel. Ik weet dat er sommige mensen zijn die daar echt niet van houden. Voor mij echt onbegrijpelijk. Maar ik was het zelf even vergeten, dus je ziet het mij toevoegen als de havermout, dadels en cashewnoten al gemengd zijn. Maar anders voeg die kaneel natuurlijk gelijk toe bij de stap dat je de dadels en de cashewnoten toevoegt. Oké, als dat allemaal gemengd is, dan voeg ik de wortelrasp weer toe, zodat dat ook allemaal gemengd wordt met de rest en de rasp nog fijner wordt. Als je nou al een hele fijne rasp hebt, of je vindt het juist wel lekker om grotere stukken wortel terug te vinden in je Bliss balls, dan zou ik het gewoon met de hand door elkaar kneden. Het gaat er even om dat alles goed gemengd wordt. Als alles dan goed door elkaar gemixt is, dan kun je er mooie balletjes van gaan draaien. En rol ieder balletje dan even door de kokosrasp. En dan ga je natuurlijk zo door tot alles op is. En dan zijn je carrot cake Bliss balls klaar. Ze zijn echt super lekker als snack of leuk om te serveren aan bezoekers als alternatief voor een koekje of zo. Bewaar ze zeker in warmere seizoenen in de koelkast, zodat ze hun stevigheid bewaren. En laat het me even weten als je deze hebt gemaakt. Vergeet alsjeblieft ook niet om deze video een duimpje omhoog te geven. En abonneer je alsjeblieft op mijn kanaal, want dat support mijn kanaal echt enorm. Vergeet ook niet om even te volgen op andere sociale kanalen. Je kan direct doorklikken naar deze accounts via de beschrijving. Tot de volgende video!